De dames en heren, wil ik de steen van de veteranen onthullen. Doe maar. Daar gaat hij. Het veteranencomité Almelo, jullie hebben een steen onthuld bij het Nederlands-Indië monument. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een idee ontsproten uit het Indië-comité die gedachte had om de wens van Indiëgangers tot uiting te brengen. Daar hadden diverse mogelijkheden voor. Sommige gemeentes doen dat met een veteranenmonument met het Nederlands-Indië-monument. En wij hebben gekozen, althans hier is gekozen, voor een steen bij het Nederlands-Indië-monument. We hebben natuurlijk verschillende punten in Almelo. We hebben het Anjeperk voor de veteranen in de stad. En hier een steen die bij het Nederlands-Indië-monument een soort van respect overbrengt. Het symboliseert ook een klein beetje een aantal zaken, historische zaken. In ieder geval de derde regel van het Wilhelmus staat op deze steen ingegraveerd. En daarnaast de tekst die achterop het mobilisatieoorlogskruis gegraveerd is. De eerste medaille die ooit aan militairen is uitgereikt die van een missie teruggekomen zijn. Dank u wel. Graag gedaan.